Elke week bellen wij in een willekeurig dorp in Brabant aan bij Kerkstraat nummer 1. En vandaag zijn we in Kaam. Ik zou zichzelf even kunnen voorstellen. Ja, Jan Blukkes. Els Blukkes, voor hij. En die woont hier in Kaam, op de Kerkstraat nummer 1? Nummer 1, ja. Hoe lang woont u hier al? Van 58. 58, ja. Ja. Hoeveel kleinkinderen heeft u eigenlijk? Vijf. Dit zijn Amy, Dan en Tom, van de jongste. En wie heeft u vast? Ik moet nog even kijken, dat is Amy. Ja. Ja. Ze heeft geen krullen meer. Maar hier staan er veel op en deze lieve. Dus heeft u ook de trap, want het is hier een hele stijl. Nou, wij zijn er al gewend, hè. Hier slapen ze dan, toen ze klein waren. Toen had ik de bedden tegen elkaar geschoven. Hè, dat ze niet makkelijk uit konden vallen of wat dan ook. En de spaarpadden staan er uitdagend bij zitten wel. Ja. Ja. Doet u er wat in of wie doet er wat in? Ik. Nou, allemaal zo is hij. Ja. Dat is een van de eerste dingen. Jan heeft het toen uitgezaagd. Ik weet niet waar ik ooit zo een tekening van gezien heb. Heeft Jan uitgezaagd en de zoon heeft het geschilderd toen. Hoe is het nou om kleinkinderen te hebben in vergelijking met je eigen kinderen? Nou, ik was ook altijd wel thuis, hè. Had het wel druk natuurlijk, maar ik blijf er eigenlijk bij, zo had ik dat straks al zei, dat we ze eerst hadden moeten hebben. Nou. Leg eens uit dan. Nou ja, zoals ik al zei, die krijgen van ons alle aandacht. En mijn kinderen, die hebben dat gewoon. Nou, zondags waren je meestal weg, hè? Naar NAC of. Ja, dat is natuurlijk wel onzin weg. Ja, nou, nee, maar toch. Ik was hele dagen weg om te werken. Jawel, maar zondags. Ja. Dan ging ik meestal naar huis toe. En dan namen die kinderen mee. Er werd minder gedaan eigenlijk met de kinderen, hè? Dan. Ja, in het begin had het geen auto. Ja, dan moeten we niet net doen dat het slecht gaat hebben. Nee, natuurlijk niet, maar dat zeg ik toch ook niet. Zo is dat niet. Maar in verhouding ben je met de kleinkinderen veel meer bezig. Ja, nou, je kunt het nu ook is net wat denken, ik nou, dat heeft voorrang.